De Zircon Superscan K2 geavanceerde balkzoeker is voorzien van de nieuwste Target Control TC-technologie. TC is afgestemd om houten balken te vinden en geen metaal, zodat je gevaarlijke obstakels zoals leidingen, kabels en andere metalen voorwerpen kunt vermijden. De vloek voor gewone balkzoekers. De K2 beschikt over 3 standen. TC om tot 19 mm diep het midden en de randen van houten balken te vinden en geen metaal. Stutscan om het midden en de randen van zowel houten als metalen balken tot 19 mm diep te vinden. En deepscan om het midden en de randen te vinden van houten en metalen balken tot 38 mm diep. Wire warning detectie waarschuwt in alle standen voor onder spanning staande niet afgeschermde wisselstroom. De K2 is voorzien van een batterijspanningindicator voor een optimale prestatie. Gebruik altijd een nieuwe 9V alkaline batterij met een uiterste gebruiksdatum van 3 jaar na de huidige datum. Gebruik de TC-stand om houten balken te vinden. Zet de keuzeschakelaar helemaal naar links en plaats het apparaat tegen de muur. Houd de aan-uitknop ingedrukt. De tool gaat standaard naar de TC-stand met een lichtblauwe achtergrondverlichting. Wacht tot het apparaat een pieptoon geeft om te bevestigen dat de calibratie is voltooid. Houd de knop ingedrukt en schuif de scanner langzaam horizontaal loodrecht op de balken. Als het gereedschap een balk nadert, geeft het display aan wanneer u in de buurt bent van de rand van de balk en deze heeft gevonden. Markeer de rand. Spotlight pointer ligt op als u het midden van een balk vindt. Markeer het midden. Ga door met scannen tot u de andere rand vindt. Markeer deze rand. De breedte van de balk is ongeveer 38 mm. U kunt de TC-stand ook gebruiken om gebieden vast te stellen langs de houten balk die vrij zijn van metaal. De vertrouw maar verifieer techniek kan helpen bij het aanduiden van veilig te boren zones om de kans op het raken van bestaande metalen op een balk, zoals spijkers, schroeven en beschermplaten, te minimaliseren. Als in TC-stand het dradenkruis verschijnt, gaat u met de scanner verticaal op en neer over de balk. Alle indicatoren gaan uit als het apparaat over schroeven en ander metaal gaat en gaan weer aan als de balk vrij is van metaal. Bij het scannen over objecten met een zwak signaal, zoals plastic waterleidingen en rioolafvoeren of balken dieper dan 19 mm, kan de low-level indicator verschijnen als het apparaat in de TC-stand staat. In vergelijking met balksignalen kan de low-level indicator helpen om balken te onderscheiden van vals positieven. Als u geen balkaanwijzingen ontvangt, gaat het apparaat mogelijk over metaal dat in de houten balk is ingebed, zoals een schroef of een beschermplaat. In dat geval verschijnt de Metalli Warning indicator. Verplaats het apparaat verticaal langs de muur en probeer opnieuw een scan horizontaal over de muur. Als u toevallig over een balk begint met scannen en verplaatst, worden er 2 pijlen op het scherm weergegeven. Verplaats het apparaat horizontaal terug in de richting van de gemiste balk. Om houten en metalen balken te vinden, plaatst u het apparaat op de muur met de schakelaar nog steeds in de meest linker positie en schakelt u naar de stutscanstand door 2 keer op de aan-uitknop te drukken en de knop de 2e keer ingedrukt te houden. In de stutscanstand is de achtergrondverlichting uit. Wacht tot de pieptoon bevestigt dat de calibratie is voltooid en scan het gebied opnieuw. In de stutscanstand geven de balkindicators ook metalen balken aan of als ze zich op metalen voorwerpen bevinden. Om houten en metalen balken te vinden in oppervlakte dikker dan 19 mm, zet u de schakelaar op de 2e linkerpositie, de deepscanstand. Plaats het apparaat tegen de muur en houd de aan-uitknop ingedrukt. De achtergrondverlichting zal groen oplichten. Begin met scannen. Gebruik de Superscan K2 met TC-technologie om planken en kasten stevig vast te maken. Koop vandaag nog uw Zircon Superscan K2 geavanceerde balkzoeker.